Voor de eerste zaak van vandaag gaan we naar Etten-Leur. Voor een bijzonder ernstige zaak die veel vragen oproept. Het gaat om de vermissing van de 41-jarige Sabir Bouchan uit Etten-Leur. Sinds 26 oktober is er geen enkel teken van leven meer van hem vernomen. We houden bij deze vermissing serieus rekening met een misdrijf en we zetten daarom alles op alles om erachter te komen wat er is gebeurd. En u kunt ons daarbij helpen. De laatste camerabeelden die we van Sabir Bouchan kunnen laten zien komen uit een coffeeshop hier in Breda. Het is dan woensdagavond 25 oktober. In de avond loopt hij coffeeshop Purple Rain binnen. Misschien herinnert u zich iets bij het zien van deze beelden. Een dag later, op 26 oktober, maakte Sabir Bouchan gebruik van een Nissan Note met kenteken L871BK. De politie wil graag weten of iemand zich deze auto herinnert. Misschien Sabir Bouchan er wel in heeft zien rijden. Hij woont in Etten-Leur. Volgens getuigen is Bouchan die dag, 26 oktober dus, nog gezien in Bossenhoofd. En is er toen ook nog met hem gesproken. Dat was het allerlaatste contact dat er met hem is geweest. We weten inmiddels ook dat niet lang na dat laatste contact er zich een verdachte situatie heeft voorgedaan bij het woonadres van Sabir Bouchan in Etten-Leur. Er is daar toen een klein, oud, zwart model Volkswagen met piepende banden weggereden bij dat huis. Nou, reden genoeg voor ons is om serieus rekening te houden met een misdrijf. En u kunt ons helpen. De politie heeft 3 concrete vragen. Weet u waar Sabir Bouchan nu is? Heeft u na 25 oktober 2023 Sabir Bouchan nog gezien of gesproken? Heeft u andere informatie die kan leiden tot het vinden van Sabir Bouchan? En zoals altijd, vergeet niet dat ook die allerkleinste tip net dat ene zetje kan zijn dat een onderzoek nodig heeft. Help mee de vermiste Sabir Bouchan te vinden. Ook voor de familie is te weten wat er is gebeurd, waar hij nu is, ontzettend belangrijk. Tippen kan via de opsporingstiplijn op 0800 6070. En ook zonder uw naam te zeggen kunt u iets doorgeven. Daarvoor belt u met Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800 7000. Ook kunt u vertrouwelijk praten met mensen van het team Nationale Inlichtingen op nummer 088 661 77 34. Bedankt voor het meedenken. Zo zorg ook jij ervoor dat we elk jaar bijna de helft van alle zaken in Bureau Brabant oplossen. Nou, check ook deze of deze.